Het was een bevlogen tijd, vol blijdschap, maar ook verdriet. Haat, maar ook geluk. En geluk, dat is wat ik eis. Ik zal de wereld gelukkig dansen. Zo ook mijn eindhalte Staphorst. Een welbesproken dorp waar al bij binnenkomst het gezeik mij om de oren vliegt. Er zou weer goddelijk goed gedanst moeten worden. Mevrouw, wat heeft u te zeiken? Nou, ik heb anders niks te zeiken, maar ik vind wel jammer dat die kleine kindertjes vandaag een jaar al naar de kerk moeten. Dus dat mensen eigenlijk altijd veel te negatief zijn en eigenlijk in het algemeen veel te veel zeiken. Mensen die intolerant zijn. Die klagen of wat dan ook. Zorg dat je juist wat meer ontspanning kan vinden in dingen. Als Nederlanders mensen die op de vlucht zijn eigenlijk al direct veroordelen van er zit schorrimorrie tussen. Die kunnen toch geen 2,5 uur wakker blijven en stil blijven zitten. Van, die doet dat, Pietje doet dat en Kees doet dat. Op geloof, afkomst, huidskleur. Het bedrijf waar je dan zeg maar, een klacht over hebt. Onmenselijk. Om mensen bij voorbaat te veroordelen. Dat die kinderen achter op fietsie kunnen ze nauwelijks en dan wordt ze naar de kerk. Dan denk ik, nou, blijf thuis. Ja, nou, ik heb al uw woorden even in me opgenomen en ik wil u graag opvrolijken van dat gevoel. Dus ja. Ik heb iets bedacht in mijn hoofd en dat wil ik graag voor u performen. Mag dat? Ja. Oké. Als u dan de microfoon even wilt vasthouden. O jee, o jee. Jongen, het is te koud. Gaat goed hoor, doe het voor u. Mevrouw, ja? Deze dans is voor u om op te vrolijken van de kinderen die naar de kerk moeten. Tolerantie. Denk in oplossingen. Hallo, hallo. Waarom moet ik naar de kerk? Miauw. Ik voel me vrij, want ik denk in oplossingen. Niet veroordelen. Het is belangrijk om niet te zeiken. Hollé, hollé, hollé. Zo, hoe vond u hem? Ja, ik vind het hartstikke knap. Ja? Hartstikke mooi. Dit moeten mensen veel meer doen. Wat deed dit dansje zeer? Ja. Ja, absoluut. Ja, helemaal toepasselijk. Hoe vond u hem? Ja, geweldig. Ga je zoiets doen, ballet of zo? Of doe je geen ballet? Nou, ik doe dit echt speciaal voor de mensen om ze weer gelukkig te maken. Nou, ik ben hartstikke. Is dat gelukt? Ja, zeker. Voelt u zich gelukkiger? Nou, wel vrolijker in ieder geval. Ja. Ik voel me op dit moment wel beter, want volgens mij ook het een stuk warmer dan jij. Ja! Ja. We hebben toeschouwers. Heel Staphorst is weer gelukkig. Mensen steken hun duim op. Het is een moeder van school. Het is een moeder van school. Zelfs moeders van school zijn gelukkig. Nou, dan is het doel van vandaag wederom behaald. Ook in Staphorst. Nog een hele fijne dag gewenst. Ja, dank u. En tot ziens. Ja, tot ziens. Doei. Is het al klaar? Ja, het is klaar. Oké. Moet je niet helpen aankleden of zo?